heen, die druk met de voorbereiding. Ja, zeker. Gefeliciteerd, hè, want het is vandaag, wordt het jouw 1000ste lopen, hè? Dat klopt, ja. Ja. En waar zijn we momenteel? We zijn hier in Oud-Teveer. En in 87 ben ik begonnen met wedstrijden in de Edelstraat. Deurlopertjes, twee loopjes en de Delta Lloyd, Vrielingloop. In 87 was jouw eerste loop? Wedstrijd, ja. Okay. Ik liep al een paar jaar, maar ik vond het hardlopen wedstrijden te fanatiek. Maar ik kreeg toen na later de smaak te pakken. Dat was mijn vierde wedstrijd, was hier in Oud-Teveer. Ja. Kreeg iedere deelnemer na afloop een standaard en een bos bloemen. Okay. En dat was gelijk de aanzet dat ik dus sindsdien heel veel wedstrijden heb gelopen. En vandaag is het 14 augustus 2013. Ja. En vandaag ga jij je 1000ste loop doen. Ja, en dan nog is het zo van, nou, het is niet vanzelfsprekend dat je dus bij iedere loop heb je je voorbereiding nodig. Ja. Je kunt denken van ja, maar goed, dat loop je automatisch. Ja. Is een automatisme. Dat is toch nog steeds niet zo. Nee. Het is nog altijd wel die wedstrijdspanning en van hey, hoe gaat het? Okay. Ik nou ook ben ik blij met die 1000 wedstrijden. Dat ik nu, ik heb wel blessures gekend in mijn carrière. Ja. Maar dat ik nu vandaag, al doe ik er iets langer over als 26 jaar terug. Ja. Dat ik gezond en dat ik van alles nog kan doen. En je bleef je plezier aan. Ja, en net sprak ik iemand, die is 3 weken geleden, heeft hij de knieschijfjes allemaal gescheurd en noem maar op. Ja. Dan denk ik, dan besef je van, ik moet niet zo blind staren op tijden. Nee. Wees blij dat je gewoon her en der kunt meedoen met wedstrijden. Plezier eraan beleven. Maar nou even terugkijken op die 1000 lopen. Hè? Ja. Welke is jou het meeste bijgebleven? Nou, in wezen heeft het heel lang geduurd voordat ik mijn eerste marathon liep. En dat was Berlijn. Ja. Ging ik als supporter van start. Ja. Ik had een startnummer en ik heb dus gewoon op ervaring heb ik Berlijn uitgelopen. Ja. En dat vergeet je nooit meer. Maar ook de 14 keer Egmond en ik heb de Schelling, alle eilanden gelopen. Ja. Brussel gelopen, Barcelona. Dus ja, al met al maak ik er altijd wat van. Je hebt er echt van genoten. En je geniet er nog steeds van. Ja, als ik maar gezond. Als je maar met koffie erbij en dan leuk blijft. Nou, Henny, ook deze loop weer heel veel plezier. Ja, succes. En we gaan kijken hoe het. Ik vang je straks op bij de finish. Hartstikke mooi. Ja, bedankt. Veel plezier. Hè? Hey Joeraj, we kunnen jullie het niet allemaal zien. We hebben dit nog even hier. Hij is de grote organisator van de. Voor wie dat hij niet kan lopen, de Beverwijkloop in Ballenburg. Het is maar zelden, en ik hoop dat we moeten gaan aangaan. Als er van mensen zijn die het meegedaan hebben, hij heeft dat nummer niet voor niks. Dat is een eindstandnummer. Hij loopt vandaag hier op de Beverwijkloop zijn 1000ste wedstrijd. Want hij wil graag een feestje geven, want hij deed nog een rijkste mama van mijn West-Europa. 24 mei. 24 mei 2014. De plezier en de organisatie heeft de jammerlijke presentatie, de presentatie en het schitterende woord gegeven. Zullen we nog één applaus geven? Alleen voor de start. De 43 is allemaal. Ja, was mooi. Ja, mooi. Ja. Mijn neefje was haas goed hoor. Ja? Nou, goed. Ja. Had je ervan genoten? Ja. Mooi zo, jongen. Natuurlijk zie je nog binnen de nummer 3 op de 4. Is dat 2 jaar op de Hollandse zaken? 2 jaar op de.